Hier in een klein parkje aan de Atiëstraat in de Kooi in het noorden van Leiden staat dit monument, de Naald geheten. Het hele jaar door spelen kinderen rond dit monument, behalve op de 4e mei in de namiddag. Dan komen hier ieder jaar meer buurt- en stadsbewoners bijeen. Familieleden van de gevallen verzetstrijders wier namen op het monument vermeld staan. Zij komen samen met vertegenwoordigers van het stadsbestuur en de Stichting Dodenherdenking. En ook met het bestuur en de medewerkers van woningbouwvereniging De Sleutels, die de organisatie van deze herdenking ter hand heeft genomen als eerbetoon aan het verzetsverleden van een van haar voorgangers. De sterk aan de CPN gelieerde woningbouwvereniging De Eendracht. De Leidse wijk De Kooi was in de oorlogsjaren een door de Duitsers gehate en gevreesde verzetshaard, waartegen zij meerdere malen meedogenloos optraden. Bij de jaarlijkse herdenking dragen schoolkinderen hier een gedicht voor en worden de namen van de 13 vermoorde wijkbewoners voorgelezen. De meeste van hen werden bij een razzia in mei 1944 opgepakt. Daarna leggen familieleden bloemen en kransen. Een jonge trompetist van KNG speelt de tap toe. Dan volgen 2 minuten stilte. Elk jaar begint deze herdenking met een ontvangst in de Baptistenkerk aan de Driftstraat, waarna om 5 uur een stille tocht naar het monument volgt. Dit jaar zal er geen stille tocht zijn en zal er behalve een 2-tal familieleden geen publiek aanwezig zijn. De herdenking vindt, bijna symbolisch, bovendien plaats tegen een zeer ongewone achtergrond. Alleen de gevels van de te restaureren historische woningen van het centrale deel van De Kooi staan overeind. Daarachter voorlopig nog een kale vlakte. Gerda van den Berg, directeur-bestuurder van De Sleutels, zal een kort verhaal houden en zij leest de namen voor. Ook de tap toe wordt geblazen en na 2 minuten stilte hebben de bloemen het laatste woord. Welkom. Welkom aan het hele beperkte gezelschap wat hier aanwezig is. En welkom aan wat ik hoop is een groot aantal mensen die thuis meekijken bij deze herdenking. Mijn naam is Gerda van den Berg. Ik ben directeur van woningbouwvereniging De Sleutels. Speciaal woord van welkom aan lokale burgemeester Fleur Spijker, die ook in deze bijzondere tijden hier de gemeente vertegenwoordigt. En een bijzonder welkom aan de familie Dubbeldeman, die de nabestaanden hier vertegenwoordigt. Dat is waar deze herdenking over gaat. Wij herdenken hier de medewerkers, de leden van woningbouwvereniging De Eendracht, die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en omgekomen. En we doen deze herdenking ieder jaar voor iedereen die betrokken is bij deze wijk. En dat zijn er heel veel. En voor iedereen die familieleden heeft, die hier op de Naald staan, op ons monument. Er zijn heel veel plaatsen waar wordt herdacht. Maar dit is, en daar staan vaak veel namen, en daar gaat het om grote aantallen. Dit hier is een monument voor 13 mensen. En iedere naam, iedere mens op elk monument betekent iets voor familie, vrienden, buren. Het waren mensen die in de Tweede Wereldoorlog alles gegeven hebben. Hier bij ons, bij het monument op de Naald, bij de Naald, gaat het om 13 mensen die heel nauw verbonden zijn met ons. Het zijn collega's, vrienden, leden van een van onze voorgangers, een woningbouwvereniging. Maar het zijn mensen waarvan het bij ons heel makkelijk is om je voor te stellen. Ze hebben familie. Ze waren een collega, ze hebben buren, ze waren buurgenoten, ze waren stadgenoten van Leiden. En dit zijn 13 mensen die in de Tweede Wereldoorlog het ultieme offer hebben gebracht, hun leven hebben gegeven. Sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog is er niets wat is gebeurd wat zo'n groot offer is geweest. Alles wat wij meegemaakt hebben sindsdien, tot op de dag van vandaag, kan niet in de schaduw staan van wat deze 13 mensen hebben gegeven. Het is goed om ons dat te realiseren, juist nu het dit jaar wat anders is dan anders. Wij herdenken de 13 mensen, wiens namen ik zo dadelijk zal noemen, die heel bijzonder waren voor deze wijk,
en voor onze vrijheid, waar wij nog steeds van kunnen genieten. Ik ben dus blij dat we ook dit jaar deze herdenking kunnen doen, ook in deze bijzondere omstandigheden. En ik hoop dat er meer mensen dan anders zijn, terwijl we hier toch vaak met een grote groep staan, die hier mee kunnen beleven wat wij ieder jaar herdenken. Ik noem u straks de namen van de 13 mensen. Daarna zal Daniel Sonneveld Thomas van Jong KNG de tap toeblazen. En dan zijn we 2 minuten stil met elkaar, om hen te herdenken. Daarna worden er bloemen gelegd. Dat zullen er iets minder zijn dan anders. Maar wij willen ook met deze bloemen absoluut ons respect betuigen. Ik begin met het noemen van de namen. J. Boom. L. De Bolster. C. H. Karton. M. Dubbeldeman. J. Dubbeldeman van Weren. J. P. H. van Egmond. I. Filippo. J. J. Le Zwijn. N. Olivier. H. J. G. Paalvast. J. Pennenburg. J. Teske. J. T. H. Welling. Hen herdenken wij op deze plek in het bijzonder. Daniel, mag ik jou vragen de tap toe te blazen? En daarna zijn we 2 minuten stil.
Dank u wel. Ik zal nu eerst de krans namens woningbouwvereniging De Sleutels leggen en daarna de bloemen namens de Stichting Dodenherdenking. Ik nodig graag de familie Dubbeldeman uit om bloemen te leggen. Dit was de herdenking bij Monument De Naald van woningbouwvereniging De Sleutels. Om 6 uur start op Sleutelstad de centrale dodenherdenking vanuit de Pieterskerk en bij het oorlogsmonument in Leiden. Dit televisieprogramma van Omroep Sleutelstad op 4 mei 2020 is een initiatief van de Stichting Dodenherdenking Leiden en kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Leiden, de historische vereniging Oud-Leiden en woningbouwvereniging De Sleutels. De Stichting Dodenherdenking dankt alle medewerkers voor hun inzet en bijdrage aan deze uitzending.